We doen het de hele dag, ademhalen. En daar staan we al niet bij stil. En op het moment dat we een mondharmonica gaan spelen, dan opeens worden we geconfronteerd met, moet ik nou ademen? Moet ik blazen? Hoe doe ik dat het beste? Oké, ik weet dat voor de meeste mensen die harmonica spelen en al een hele tijd spelen, is dit gesneden koek. Maar voor sommigen is dit toch wel weer een eye-opener. En ik merk in mijn lessen dat ik heel veel en heel vaak aandacht besteed aan ademhalen en articuleren op je mondharmonica. Met enorm goede resultaten, doordat het spel van leerlingen echt enorm verbetert. En vooral ook de moeite van het spelen. Het gaat allemaal veel soepeler en gestroomlijder en je krijgt meer volume. Het gegeven dat mensen zeggen van mondharmonica, daar heb ik geen lucht voor. Daar trap ik dus niet in. Want het is echt zo van, als je ademt door je instrument, heb je al een prachtige klank. Als je gaat blazen, dan is het eigenlijk vergelijkbaar als de valse lucht die een zanger heeft. Soms is het mooier om te doen, maar vaak is het toch ook lastig voor die stem. Nou goed, over de juiste manier van ademen. De volgende hele simpele methode om even te beseffen hoe je nou moet ademen. Blaas eens tegen je hand aan alsof je een kaars uitblaast. Je voelt die adem komt helemaal van onderuit je maag, vanuit je longen. En die gaat naar buiten en het is een krachtige luchtstroom met koude lucht. Op het moment dat ik de adem wil gaan laten ervaren zoals je die gebruikt bij het mondharmonica spelen, gebruik je de adem die je zou gebruiken op het moment dat je een bril laat beslaan of een spiegel laat beslaan of als je moet gapen. Voordeel daarbij is ook dat je een holle mond hebt en wij hebben immers geen klankkast. Dus met een holle mond heb ik meer resonantie. En, heel erg belangrijk voordeel, is op het moment dat ik wasem door mijn mondharmonica. Je ziet ook al die holle mond. Je ziet mijn wangen bewegen. Dan komt er vochtige lucht door mijn mondharmonica. En het messing van de tongetjes gaat met vochtige lucht veel beter resoneren. Je zou voor de aardigheid ook eens een keer je mondharmonica onder de kraan moeten houden voordat je gaat spelen en hem uitkloppen. En dan spelen zul je merken dat je ook dan meer volume hebt. Dus spelen met vochtige adem en zorgen voor ademsteun vanuit je middenrif, luchtvoorraad in je mond en een holle mond geeft echt wonderbaarlijke resultaten in beheersing. Dan iets anders. Sluit een beetje aan bij ook praten en zingen. Want die ademhaling, zoals wij die bij de mondharmonica spelen gebruiken, is een beetje vergelijkbaar met zoals zangers voor hun resonantie toch ook die mond hol maken. Maar wat ook belangrijk is, is het articuleren. Je kunt wel gaan een loopje of een melodietje beginnen met een geblazen aanzet, maar het is veel mooier om hem met een medeklinker aan te zetten, waardoor ook meteen je adem voor je mond zit. Als ik tuk, 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 dan voel je die tong gaat tegen me verhemeld aan. Tuk, 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 en die adem zijn kleine pufjes die vooruit mijn mond komen. En dan gaat het vooral om het begin van een loopje. Je timing wordt er echt een stuk beter door in plaats van dat je geblazen aanzet. Als je met een medeklinker aanzet, zit je bam bovenop de tel. En op het moment dat je aanzet, anders zit je iets later. Plus je adem gaat gedwongen meteen de goede kant uit. Zonder tong zou ik ook gewoon slecht verstaanbaar zijn. En dat geldt eigenlijk bij die mondharmonica ook. Als je niet articuleert, ga je veel slordiger spelen. Niet accuraat genoeg. Goed, we gaan even een klein oefeningetje doen. En het gaat als volgt. Je zegt ta, taka, ta, taka, ta, taka, ta. Die tong, ta, taka, ta, taka, die gaat de hele tijd tegen het verhemelte aan. Precies hetzelfde, dat ta, taka, ta zeg je dus, maar je laat dan die klank van je stem weg. Ta, taka, ta, taka, ta, taka, ta. Maar nu komt hij, op inademing doen we hetzelfde. En dat voelt heel naar als je het zonder harmonica doet. Ta, taka, ta, taka, ta, taka, ta. Want je loopt vol met lucht. Het wonderbaarlijk is, en ook daar is weer een vergelijking met onze stembanden, op het moment dat ik die ta-ta-ka-ta op inademing doe en ik doe het door mijn mondharmonica, houdt die mondharmonica die adem tegen, die filtert die adem en zet hem om in klank.
op inademing en op uit. Nou, een oefening om dit aan te leren, om hem goed te leren als je een loopje begint, een melodie begint, aan te zetten met een medeklinker, is simpelweg tussendoor, als je die mondharmonica toch bij je hebt, doe je af en toe ta-ta-ka-ta-ta-ka-ta-ta-ka-ta uit, ta-ta-ka-ta-ta-ka-ta-ta in, en daar maak je een klein melodietje van. Dat was het voor nu even. Dit wordt vervolgd, want ook in die articulatie is nog een heleboel nuance aan te brengen, waarbij je alleen maar winst kunt halen in je klank en in je melodievorming, je toonvorming en je spel. Dankjewel.